Hanni Schaft is een beroemde naam geworden, maar er waren er meer, zei het niet heel veel. Vrouwen in de Tweede Wereldoorlog die bij het gewapende verzet gingen. Zelfs in de oorlogsjaren was dat al geen vanzelfsprekende gedachte voor een vrouw. In het verzet gaan was toch meer voor mannen. Vrouwen deden veel voor onderduikers. Dat was werk rond huis en haard. Dat draaide om verzorgen. Maar in wat verzet ging heten, waren ze een kleine minderheid. Vermoedelijk niet meer dan 10%. En toch, er waren er een paar. Jullie werden uitgezocht om mee te doen in het gewapend verzet, ja. Hè? Hoe kwam dat zo? Nou, er kwam iemand aan de deur, een heer, met een hoed op. En wij kenden alleen de mannen met de petten. Want we zaten dus in een heel ander milieu. Maar die kwam dus uit dienst vandaan. Je had in dienst gezeten van de Nederlandse strijdmacht. En die kwam dus vragen of je met ons mocht praten. We hadden de voorkamer gekregen van mijn moeder om met die man te praten. Nou, die kwam voorgesteld als Frans en vlotte man. En hij zei, we willen jullie vragen. We moeten een ondergronds leger hebben. En willen jullie daar lid van worden? Ja, dat leek ons wel wat. En toen op een gegeven moment toen zei hij, en dan ook naast iets neerschieten. Toen zei ik, god, dat hebben we nou nog nooit gedaan. Hij heeft dan een test gemaakt. Ja, nou, dat is hem wel heel erg zwaar bekomen. Hij deed net of hij een Gestapo was en heeft ons meegelokt. Ik wil van jullie graag de naam hebben van... En dat zei hij dan op de fascistische manier, zoals van de Jood Blom. En wij wilden dat niet... Wij gaven dat natuurlijk niet. Verraad is verraad, dat hadden we van mijn moeder geleerd. Dat doe je niet. En... Dus wij zeiden nee. Toen zei hij, je zal het toch moeten vertellen... want anders dan moet ik jullie doodschieten. En haalde die pistool, dat pistool tevoorschijn. Toen hebben we hem aangevallen. Mijn zuster beet hem in zijn gat. Want hij had hem echt in zijn kont gebeten. En niet kleine scherpe tandjes, kom. En ik heb hem geslagen aan alle kanten waar ik kon. Toen zei hij, stop maar, ik zie het al. Ja, jullie zijn geschikt. We zijn geschikt. Ja, toen wist hij ineens dat we deugden, ja. We hadden in zo'n grote groep. Ik dacht dat we een man of 8 hadden, maar dat weet ik niet meer. Hoeveel? Kunnen er ook 10 geweest zijn? Weet ik niet. Waren jullie de enige meisjes? Nou, hij had nog een secretaresse laten aan. En wij hebben natuurlijk Hanni Schaft erbij gekregen in 1943. Freddy ging dan uitstippelen waarof we dan diegene moesten neerschieten. Dat deed Freddy allemaal. Het voorbereidende werk, zeg maar. Truus had wel de leiding, niet Hanni. Over ons. Ja. Wat Truus zei, dat gebeurde meestal. We hadden geld gekregen. En toen moesten we in een café-restaurant zitten. En daar zou dan een hoge officier komen. En die moest ik dan meelokken. Nou... Voor die tijd hebben we heel erg gelachen. Want ik moest opgemaakt worden, wat ik nog nooit had gedaan. Hij heeft ons opgemaakt, en dat was iets Frans. En die had natuurlijk van knalrode lippen gemaakt. Mannen die kunnen dat helemaal niet. Die weten niets van lijntjes of zo. Nou, we zagen er vreselijk uit. Nou ja, en toen moest ik natuurlijk chancen met die hoge officier. Nou ja, die wilde toch wel even schoot halen met de jonge meid. Truus heeft hem meegelokt. En ik ben dus... voor gaan lopen. Het bos in. Frans heeft hem dus in een bos doodgeschoten. Was u erbij? Ja. Erg. Wat dacht u toen u dat zag? Nou, ja, het was wel een SS'er. En het waren toch fascisten. Niet een Duitse soldaat, maar het was een SS'er. Dus daar, dan had je er toch niet zo weet van, maar het was wel erg. We hadden er toch wel moeite mee. Nou, je ziet iemand wel vallen, hè? Eng. Eng. Eng? Ja. Dat is voor meisjes eng, ja. En wij hebben dus een keer gehad dat een vrouw had adressen uit haar eigen straat opgestuurd naar de SD. Maar de post die heeft het onderschept
en het aan het verzet gegeven. Toen moest ze natuurlijk zo gauw mogelijk. We hebben Truus en ik samen gedaan. Wat moest er met haar? Ze moest geëlimineerd worden. Of hoe heet het nou? Geliquideerd? Geliquideerd, ja. Dat hebben u en Truus toen gedaan? Dat hebben wij samen gedaan, ja. Met z'n twee op één fiets. Ja. Ik zat achterop. Wie schoot? Nee, niet vanaf de fiets hebben we geschoten. Truus had de fiets aan de hand, dus hij schoot met één hand. En ik liep pal achter haar, ja. Maar we hebben het eerst gevraagd. Bent u Dikje Wafelbakker? Ja, zei ze. Toen liep ze door. En het was dan gebeurd, dus... Elke dag was spanning. Want je kon ontdekt worden. Je kon verraden worden. De spanning zat erin van hoe blijf ik uit de gevangenis of uit het concentratiekamp. Doe ik wel goed genoeg mijn best om anderen te helpen? Die spanning zat elke dag bij je. Ik vond die bevrijding, dat liep ook allemaal niet zo als het eigenlijk had moeten zijn. De teleurstelling over de bevrijding, juist bij de mensen die zich daar het meest bij hadden voorgesteld. Iedereen op de valreep goed, de oude elites weer in het zadel, de oude zuilen weer overeind. En die gingen dan de mensen ter verantwoording roepen die echt goed waren geweest en hun leven hadden gewaagd. Wil je meer? Abonneer.